Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren naar een nieuwe WK-video. In deze WK-video ga ik onder andere de wedstrijden Marokko-België bespreken en Spanje tegen Duitsland. Na de stunt van Japan op Duitsland had ik verwacht dat ze opnieuw zouden winnen Japan van Costa Rica, omdat ik die tegen Spanje heel erg matig vond spelen. Maar Japan verloor verrassend met 0-1 van Costa Rica, wat wel weer gunstig is voor Duitsland. Maar hoe doelpunten tot stand konden, is dat de bal eerst beter verwerkt had moeten worden door de verdedigers van Japan en de keeper, ja, die dan ook een enorme fout maakt. Het is ook een gemiste kans, vind ik, van de bondscoach van Japan om Minamino, Kubo en Mitoma op de bank te laten, want zij zijn een van de beste spelers van je team. Maar het grootste probleem voor Japan was in deze wedstrijd dat zij het spel nu moesten maken, want in de vorige wedstrijd konden zij telkens na balverlies van de Duitsers op de counter wat uitrichten, en dat is iets wat ze gewoon heel erg goed kunnen. Maar als ze zelf het spel moeten maken, dan, ja, dan zie je gewoon een heel ander Japan dan dat ze op de counter moeten gaan spelen. Marokko kwam al prima voor de dag in de vorige wedstrijd tegen Kroatië, waar ze gelijk speelden. Prima resultaat voor hun. Maar gisteren speelden ze tegen België echt een hele goede wedstrijd en wonnen ze ook met 2-0 van België. En dat is naar mijn mening dik verdiend, want Marokko voetbalde gewoon meer als een team dan België. Ze hebben geen kwalitatief beter team dan België, maar zet veel gewoon overtuiging in het spel, vechtlust en bluff. En dat is wat je gewoon heel erg mist bij de Belgen. Fantastisch doelpunt, ook de tweede van Marokko. Eerst al die actie van Ziyech, en helemaal als je dit gewoon nog kan doen in de 93e minuut, heb je echt nog wat over. En Abu Klal die hem dan ook perfect afmaakt. Alles klopte letterlijk bij deze goal. Sowieso, de eerste helft ging nog wel wat gelijk op. Ik vond Marokko iets beter, maar in de tweede helft was het echt niks meer bij de Belgen. Het was futloos en Marokko was gewoon veel beter uiteindelijk gezien over de hele wedstrijd. België kan alsnog doorgaan naar de volgende ronde, maar dan zal het wel moeten winnen van Kroatië. En hoe de vorm op dit moment is bij de Belgische spelers en het vertrouwen en hoe het allemaal is in die groep, denk ik niet dat ze daarvan gaan winnen van Kroatië. En dat gaat ervoor zorgen dat Kroatië doorgaat, denk ik. En Marokko, als ze winnen van Canada, en dat gaat denk ik ook wel gebeuren. Want Canada heeft nu twee wedstrijden verloren. Natuurlijk wel echt indrukken gemaakt. Ik heb echt wel genoten van het spel van Canada. Maar ik weet niet of ze in die derde wedstrijd er dan nog vol voor gaan. Maar bij die ploeg weet je het maar nooit van Canada. Natuurlijk ze kunnen ze ook weer heel mooi aanvallend voetbal uit de kast toveren. Canada is als tweede land uitgeschakeld op het WK door verlies van 4-1 op Kroatië. Canada heeft echt voor mij indruk gemaakt, vooral in de wedstrijd tegen België, maar ook in fases tegen Kroatië. Maar hun tactiek door druk te zetten en aanvallend voetbal te spelen kon tegen de Belgen nog, die nauwelijks iets wisten te doen met al die ruimtes die Canada openlieten door dat aanvallend voetbal. Maar met goed positiespel wisten op een gegeven moment Kroatië wel gebruik te maken van die open ruimtes van Canada. En helemaal als je op het middenveld van de Kroaten ook nog eens drie hele goede spelers hebt aan de bal die wat kunnen uitrichten. Modric, Kovacic, Brozovic. Is het ook heel erg lastig om dan de slag te slaan op het middenveld. Na de eerste 15 minuten waar Canada nog redelijk mee voetbalde, namen de Kroaten daarna gewoon volledig die controle over. Ik heb echt genoten van de spelopvatting van Canada dit WK. Ze hebben zich niet ingegraven. Alleen in deze wedstrijd hebben de Kroaten aangetoond dat ze gewoon een sterke ploeg hebben. Veel spelers met ervaring hebben geduldig gewacht en deze wedstrijd omgekeerd. Spanje-Duitsland was kwalitatief de beste wedstrijd op dit WK tot nu toe. Ik heb er echt van genoten. Bij verlies zou Duitsland op het randje staan van de uitschakeling. Helemaal als eerder op de dag gisteren Japan had gewonnen, dan waren ze er sowieso al uit geweest. Maar doordat ze gelijk speelden Duitsland tegen Spanje, blijven ze nog in leven. De uitslag 1-1 was naar mijn mening zeer verdiend, want ik vond Spanje beter dan Duitsland totdat aan Sané en Volkroek erin kwamen. Want toen werden de Spanjaarden echt achteruit gedrukt door Duitsland, die ook gewoon beter begonnen te voetballen met Sané en Volkroek.
Het meest genoten tijdens de wedstrijd heb ik van drie spelers, vooral twee van Spanje, Pedri en Gavi, maar ook Musiala van Duitsland. Duitsland heeft nog wel gewoon een aardige kans om door te gaan naar de volgende ronde. Het is eigenlijk heel simpel. Ze moeten gewoon winnen van Costa Rica en moeten dan hopen op een gunstig resultaat bij Spanje-Japan. Als Duitsland zelf gewoon de goede zaken doet en wint, en Spanje ook wint van Japan, zijn ze door. Maar als Duitsland wint met minst tussen twee goals verschil en Spanje en Japan spelen gelijk. Want ja, die kunnen misschien ook een compromis afsluiten om Duitsland eruit te laten knikkeren. Dan is Duitsland ook gewoon door. Als Japan ergens inslaagt om te winnen van Spanje, zijn zij sowieso door Japan. En dan gaat Spanje, ondanks dat ze verliezen van Japan, ook door naar alle waarschijnlijkheid. Of Duitsland moet dan winnen met 8-goal verschil van Costa Rica. Maar dat zie ik simpelweg gewoon niet gebeuren. Allemaal bedankt. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te doen. Dat zou ik in ieder geval heel erg waarderen. Want dan blijf je op de hoogte van de komende WK-video's die online gaan komen. Morgen ben ik natuurlijk weer terug met een nieuwe WK-video. Hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Laters.